Marianne, namens Vers Beton, tijdschrift voor de harddenkende Rotterdammers, chef wetenschap, agendeer jij een punt, een vraag die wij aan een wetenschapper gaan stellen. Het gaat over de haven. Vertel. Klopt. Uit de nieuwe economische verkenning Rotterdam is gebleken dat Rotterdam steeds minder economisch afhankelijk wordt van de haven. En wij vroegen ons eigenlijk af, hoe komt dit? En ook, waar gaan wij naartoe? Want kunnen wij wel zonder de haven? Zijn wij niet eigenlijk verslaafd aan de haven? Dus hebben wij professor Hein Kleeman van de Erasmus Universiteit, economisch geschiedenis hoogleraar, hebben wij gevraagd deze vraag te beantwoorden in het mini-college. Zijn wij verslaafd aan de Rotterdamse haven? Mag ik een groot applaus voor professor Dr. Hein Kleeman. Dan meteen doorgaan. Ja, de Rotterdamse haven. De haven van het Roergebied, tenminste dat denken wij. Maar toen het Roergebied van de grond kwam in de jaren 1840... was dat helemaal niet de haven van het Roergebied. Tot in de jaren 70 van de 19e eeuw zegt bijvoorbeeld de Rijnisch-Westfalische kolenexport van Rijn, de vereniging die de kolen van die in het Roergebied werden geproduceerd moest exporteren, er is maar één haven, dat is Antwerpen. Volkomen duidelijk, daar hebben we een goede spoorwegverbinding mee. Want dat was het spoor wat dat Roergebied gevormd heeft. De steenkool en het spoor. En het was de Duitse overheid, ik moet zeggen eigenlijk de Pruisische overheid, die zei van nee, we moeten ook die rivier kanaliseren. Die rivier hebben we nodig, want zonder die rivier valt alle transport voor dit gebied in de handen van een beperkt aantal spoorwegeigenaren. En die hebben monopolies, want de spoor is in handen van één bedrijf en die heeft dan een monopolie. En dat willen we niet. En we zorgen dus voor het kanaliseren van de Rijn. En dat hebben ze op grootste schaal gedaan. En vanaf 1880 zie je dat het Roergebied dat een goede verbinding heeft. En eigenlijk nog verder op de Rijn ook een goede verbinding heeft met Rotterdam. Wat inmiddels een nieuwe waterweg heeft. En dan zie je opeens dat Rotterdam de haven wordt van het Roergebied. Maar wat vervoerde Rotterdam nou helemaal? Hout voor de mijnen, stuthout. IJzererts. Graan en langzamerhand steeds meer steenkool stroomopwaarts, afwaarts. En meer was het niet. En dat blijft eigenlijk zo tot de Tweede Wereldoorlog. En dan verdwijnt steenkool na de Tweede Wereldoorlog, verdwijnt steenkool langzaam en wordt het olie. En de olie leek aanvankelijk helemaal niet naar Rotterdam te zullen gaan. Olie, dat is veel logischer als je dat uit het Midden-Oosten haalt, dat in het zuiden van Europa binnenkwam. En aanvankelijk dacht men dan ook aan Bergzeilen. Maar ja, toen kreeg je de Suezcrisis, oorlog in het, tussen Israël en Egypte, Suezkanaal dicht. En toen ging men toch weer hele grote mammoettankers bouwen om Afrika heen. En dan kom je weer hier in het westen uit. En toen was er een strijd tussen een aantal havens in het westen. Rotterdam, Wilhelmshaven, nog een paar. En waarom heeft Rotterdam gewonnen? Om de heel eenvoudige reden dat Shell hier al zat en men heel alert gereageerd heeft door dit gedeelte van de haven heel snel te bouwen. Europoort. Daar hebben we een paar jaar gebouwd en men heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk onmiddellijk daar allerlei faciliteiten waren voor die olie. Maar nog steeds is het bulk, het is olie, het is erts, het is steenkool tegenwoordig stroomopwaarts en meer wordt er niet gevoerd. En op het ogenblik is olie ruim 50% van alle activiteit in de haven. En als je nu in Duitsland gaat kijken, dan zijn er twee grote problemen in Duitsland. Ten eerste heb ik dat Roergebied laten zien net. Nou, dat Roergebied is niet meer het industriële centrum van Europa. Over een maand gaat de laatste steenkolenmijnen dicht. Daar aan die steenkolenmijnen werkte ooit 500.000 mensen over. 1,5 miljoen mensen zijn al weggetrokken uit het Roergebied. Jonge mensen, mensen met toekomst, gaan weg daar. Er is geen toekomst. Het zijn vervallen industriesteden. Een postindustrieel probleemgebied is het Roergebied. Dus dat moet je niet zeggen. Wat is het andere grote transport naar Duitsland? Dat is olie en olieproducten. Maar dat wil Duitsland steeds minder hebben. Duitsland heeft een enorm stimuleringsprogramma om maar op alternatieve energiebronnen over te gaan. Tenminste, dat is hun verhaal. Duitsland zegt dat dat voor het milieu is. Feitelijk is Duitsland heel duidelijk bezig een autarkiepolitiek te voeren. Ze willen niet afhankelijk zijn van de import van energiebronnen uit onbetrouwbare landen als Rusland of Saudi-Arabië.
En daarom hebben ze een alternatief. Inderdaad, alternatieve energiebron. Maar ook bruinkool. Als er nou iets vervuilend is, het bruinkool. En er komt nog steeds meer protest in Duitsland. Maar dat is het van groot belang. Daar nog steeds. Verdere achterland van onze haven is ook heel erg onzeker. De nieuwe industrie in Duitsland zit niet meer in het Ruhrgebied. Die zit in Beieren, die zit in Württemberg, die zit in nog een beetje bij Mannheim in de buurt. Nou, dat zijn gebieden, daar is Rotterdam niet de natuurlijke haven voor. Voor de rest neemt het containertransport elk jaar toe. Dat zit... Dan kunnen we bij de volgende plaatje kijken als dat lukt. Nee, dat lukt niet, maar dat maakt niet zoveel uit. Dat zit nogal in het westen van het havengebied. Ja, nu zie ik het wel. Het oranje is container. En die containers, ja, daar zit... dat is we nemen wel enorm toe. Maar niet voor de grote industrie in het Duitse achterland. Dat is alleen maar voor doorvoer, verdere vervoer. En of dat nou zo zeker is, is de vraag. Daar komt nog een punt bij. Het containervervoer van Duitsland, van Rotterdam naar Duitsland... levert een Nederlands bedrijf volgens berekeningen van een promovenda van mij... ongeveer een tientje op. Voor een Nederlands bedrijf. Maar de kosten voor de samenleving als geheel aan... files, aan vervuiling, aan wegenonderhoud, is een veelvoud van dat tientje. Dus we moeten er eigenlijk helemaal niet aan willen beginnen zelfs. Alles bij elkaar opgeteld. In Rotterdam is ondertussen al die haven veel minder belangrijk voor de economie. De belangrijkste werkgever is echt niet meer de haven. De belangrijkste werkgever is op het ogenblik de medische sector in Rotterdam. Rotterdam heeft het voor de werkgelegenheid niet meer nodig. Het wordt niet meer in procenten van de nationale werkgelegenheid gerekend. Het wordt in promillen van de nationale werkgelegenheid gerekend, wat hier in Rotterdam gaande is. Dat geldt ook voor het aandeel in de totale nationale productie. Dus Rotterdam heeft het niet nodig. En Nederland heeft het niet zo hard meer nodig. Als we kijken naar de conjunctuur, je hoort eindeloos nog steeds in de krant... onze minister-president heeft het een tijdje geleden nog in Duitsland gezegd. Als Nederland, als Duitsland kucht, wordt Nederland verkouden. Dat gold misschien tot de jaren 90. Toen zag je een hele duidelijke link tussen de economische fluctuatie in Nederland en Duitsland. Maar dat is ook al de laatste 25, 30 jaar niet meer het geval. Kortom, hebben wij dit nog nodig? Nee, misschien wel in Rotterdam, psychologisch. Rotterdammers hebben het gevoel, we zijn een havenstad. En we hebben ook nog een mooi oud haventje in de binnenstad met allerlei oude schepen. Maar kijkt u maar naar dit plaatje. De haven ligt goed als buiten de stad. En we hebben een prachtig maritiem museum. Als u die emoties wil bevredigen, gaat u daar eens kijken. Dan is dat allemaal opgelost. Dank u wel. Professor Kleeman, blijft u even bij de microfoon in de buurt. Ik heb nog een vraag als u dat mij toestaat. U zegt eigenlijk, we hebben die haven niet meer zo heel erg nodig als het gaat om wat wij er als Nederlandse economie aan hebben. Om de werkgelegenheid bijvoorbeeld. Sterker nog, in sommige gevallen hebben we er vooral last van. Ja. He, dat 50% draait om olie, petrochemisch cluster met, laten we het zo zeggen, als we de komende jaren, decennia iets van klimaatdoelstellingen willen halen, zitten we daar toch met een probleempje. Zegt u, daar moet de gemeente Rotterdam, we hebben net verkiezingen achter de rug, moet de gemeente Rotterdam ook een duidelijke keuze in maken en gewoon hop, eruit met die olie? Nou, ik vind dat de gemeente Rotterdam heeft tot nu toe altijd gezegd, als we iets steunen is de haven. De Rotterdamse gemeente heeft zich heel erg hard gemaakt, bijvoorbeeld voor de Tweede Maasvlakte. Toen de Tweede Maasvlakte gebouwd moest worden, was er een rapport van het Centraal Planbureau, wat heel duidelijk aantoonde van dat is eigenlijk helemaal niet een goede investering. Er zijn veel betere investeringen dan die Tweede Maasvlakte. Mm-hmm. Het kost miljarden en dat kunnen we beter steken in bijvoorbeeld een hoogsnelheidslijn, al dat soort alternatieven. Dit geld is niet goed om dat zo te investeren. De toenmalige Rotterdamse minister
Smit-Kroes, toen ze zich zo nog noemde, zei: cijferfetischisme veegde dat zo van tafel. Stelde een commissie in met alleen Rotterdammers, want dat waren deskundigen. En die besloten: ja, dat moet er wel degelijk komen. En zo is die tweede Maasvlakte er gekomen. Is die echt nodig? De eerste Maasvlakte is nog niet vol. Dus, en of dat ooit vol komt, moeten we maar vragen. Dus als ze nou eens ophouden met het verder stimuleren van de haven. Wat ik denk dat de Nederlandse overheid zal moeten doen, is inderdaad kijken of er bijvoorbeeld voor al die containertransporten door Nederland niet een alternatief kan worden gevonden. En al had men gaat men er maar toe over om te dwingen om ze in plaats van op vrachtwagens via Rijnschepen te vervoeren. Dat scheelt al een enorme hoeveelheid ellende. Oké, dank professor Hein Kleeman.